Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Ik heb het hier al wel eens vaker met je over gehad. En misschien heb ik zelfs wel een podcast, ik verklap het nu meteen al, opgenomen die ook letterlijk over die leefregels gaat. En ik wil dit nog een keer doen omdat ik heb gemerkt hoe ontzettend belangrijk dit is. En de kracht van herhaling is daar natuurlijk ook heel belangrijk in. Leefregels, eventjes voor als je nu meekijkt en je weet niet precies wat het is. Leefregels zijn eigenlijk niks anders dan de afspraken die je met jezelf maakt. En deze afspraken zijn zo ontzettend belangrijk om de baas te blijven over je eigen leven. Of de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven. Of het maximale uit jezelf te halen. Nou weet je, hoe je het ook maar noemt, dat interesseert me niet zo heel erg. Er zijn allerlei termen natuurlijk voor. Maar in de basis klopt dat. In de basis klopt het dat je door middel van leefregels dus meer de regie over je eigen leven kunt pakken en nemen. En ik zal een paar voorbeelden met je gaan delen. De eerste vraag die ik aan jou heb, en dat is meteen een mooie vraag om ook leefregels voor jezelf op te stellen, is: hoe ziet jouw ideale gemiddelde dag eruit? Dus hoe ziet jouw ideale gemiddelde dag eruit? Dus dat betekent niet jouw absolute droomdag waarop je misschien de hele dag aan het strand ligt en helemaal niks aan het doen bent. Nee, maar hoe ziet het in de ideale, want dat is niet iets. Ja, misschien ook wel, hè. En dan is het wel je ideale gemiddelde dag natuurlijk. Maar dat is waarschijnlijk niet iets wat je 10 jaar lang wil doen. Je wilt waarschijnlijk niet 10 jaar alleen maar aan het strand liggen, cocktails drinken en dat is het. Dat kan natuurlijk, maar ik ga er even voor het gemak van uit dat jij, als je nu luistert naar deze podcast, niet echt zo niemand bent, maar dat je altijd wel iemand bent die ook betekenis wil geven aan de wereld in het algemeen. Een paar voorbeeldjes van die leefregels die voor mij ontzettend belangrijk zijn. En pik hier je eigen inspiratie uit, oké? Dus je hoeft dit niet te gaan toepassen natuurlijk. En misschien zijn die regels wel heel anders voor jouzelf. Maar ik heb mezelf ook deze vraag gesteld en een paar van die dingen ga ik met je delen. En los daarvan deel ik ook gewoon wat andere leefregels tussen de regels door van bijvoorbeeld andere mensen, maar ook dingen die je gewoon kunt gaan toepassen voor jezelf ter inspiratie. Dus hoe ziet jouw ideale gemiddelde dag eruit? Nou, bij mij er zijn een paar dingetjes die daar een rol in spelen. Dat is bijvoorbeeld dat ik elke dag om 6 uur opsta. En dat is dus ook iets wat ik op dit moment elke dag ook daadwerkelijk toepas. Dit zijn leefregels. En je mag ze ook opschrijven als je op dit moment nog niet toepast. Maar dan is dat dus iets om naartoe te gaan werken. En dat kun je leefregeltje voor leefregel gaan oppakken voor jezelf. Dus elke dag om 6 uur opstaan is een mooi voorbeeld. Van 6 tot 7 uur ben ik bezig met mijn ochtendritueel. Dat is ook een leefregel waarin ik het eerste kwartier aan het mediteren ben. Het tweede kwartier aan het bewegen ben. Dus push-ups, sit-ups doe. Het derde kwartier ben ik aan het lezen, dus ik lees dan even een stukje in een inspirerend boek. En in het vierde deel ben ik aan het visualiseren. Dus dan neem ik mijn doelen door, lange termijn doelen, korte termijn doelen, welke acties ga ik ondernemen. Dat zijn allemaal leefregels. Andere leefregel is van 7 tot 11, dat ik mezelf wil focussen op één doel. Dus dat ik niet op de mail wil kijken, dat ik niet bezig wil zijn met social media en allemaal andere afleidingen, maar dat ik echt 100% focus heb op mijn doel om mijn business zo goed mogelijk te kunnen runnen. Van 11 tot 12 heb ik dan ongeveer, dat is voor mij een lunchmoment, een wandelmoment. Dat is even een moment om er even uit te stappen. Na een lange periode van focus is het dan fijn om even iets compleet anders te doen. En dan ga ik van 12 tot 1 uur, is eigenlijk altijd mijn mail- en social media moment. Dus dat zijn de momenten waarop ik in dat uurtje mijn reacties doe op social media posts en ook de mail beantwoord. Dat moet allemaal in dat ene uurtje gebeuren. En vervolgens heb ik daarna een vrije planning. Dat kan zijn dat ik afspraken heb of dat ik even ga wandelen. Dat ik andere dingen ga doen aan het einde van de dag. Van 4 tot 5 ben ik aan het sporten. Leefregels zijn dat dus ook. En 's avonds heb ik vooral tijd voor de 3 F's. En ik noem dat ook al de 3 F tijd. En dat is dus fun, family en friends. En dan pak ik altijd een van die onderdelen daaruit om daar lekker in te chillen. Maar het kan ook best betekenen, hè, want het is een vrije ruimte voor mij, dat ik gewoon door ga werken aan mijn business als ik daar zin in heb. Nogmaals, dit zijn dus ook weer leefregels voor mezelf. Dus maak voor jezelf vooral een ochtenddeel, een middagdeel en een avonddeel. Hoe ziet dat er voor jou uit? En welke leefregels wil jij graag toepassen? Een andere
die ik veel toepas en die veel mensen wel tof vinden om te horen, is dat ik het laatste uur van de dag niet meer met een beeldscherm voor mijn neus zit, om het zo te zeggen. En een ander is ook dat ik, wat betreft het WhatsApp, in privé gebruik in ieder geval, dat ik alleen reageer in de avond. En dat betekent voor mij dat ik na 6 uur ga reageren op de WhatsApp berichten. En voor die tijd doe ik dat niet. En dat geeft mij ontzettend veel rust. Die verwachtingen zijn natuurlijk ook duidelijk gemaakt, hè, naar mijn vrienden toe, naar andere mensen. Waarmee ik regelmatig app, dus die weten dat ook van mij. En op die manier geeft mij dat heel veel rust. En dat zijn leefregels waar je naartoe kunt werken. Lukt mij dit allemaal om dit allemaal toe te passen? Ja, tegenwoordig lukt mij dat aardig goed. Maar nee, het lukt mij nog steeds niet altijd met al die dingen. Oké, dus bijvoorbeeld 6 uur opstaan, dat gaat altijd goed. Het ochtendritueel gaat altijd goed. Dat zijn wel dingen die allemaal helemaal goed gaan. En maar bijvoorbeeld de mail, nou, die komt af en toe nog wel eens tussendoor dat ik toch even kijk terwijl ik dat niet wil. Dus dat is een aandachtspuntje op dat moment om daar bijvoorbeeld meer aan te werken. Dus mijn vraag aan jou is, wat zijn jouw leefregels en waar kun jij mee beginnen? Dus ga niet ze allemaal in één keer toepassen, maar pak één ding op waar jij je op kunt focussen en welke jij meer kunt ontwikkelen. En ik hoop dat je daarmee aan de slag kunt. Laat me weten welke leefregel dat voor jou is. Of welke leefregels bijvoorbeeld voor jou ontzettend belangrijk zijn. Dat je van jezelf weet dat als ik die afspraak met mezelf nakom, dan krijg ik daar meer zelfvertrouwen van. Dan krijg ik daar meer discipline van. Dan word ik daar een beter mens van. Laat het mij weten in een reactie op deze podcast. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Like always, denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.